gaan één stapje verder in het proces. En dat betekent dat we even gaan kijken naar hoe het bij je... Het kwam al even te sprake. De netbeheerder. Nederland gaat van het aardgas af. Dit heeft impact op hoe wij wonen, hoe wij koken en hoe wij verwarmen. Aardgas komt alle huizen binnen vanuit pijpleidingen in de grond. Er verandert dus niet alleen veel bovengronds, maar ook ondergronds. Gemeenten is gevraagd om uiterlijk in 2021 een plan te maken wanneer is vastgelegd welke wijken wanneer van het aardgas afgaan en op welke manieren de huizen en kantoren vanaf dat moment worden verwarmd. Dat is een hele opgave. Om aan deze complexe vraag te kunnen voldoen en duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en kosten zijn, zijn veel gegevens nodig. Denk aan de gasvervangingsplanning van uw gemeente, de onderhouds- en renovatieplanning van vastgoedeigenaren en de beschikbaarheid van warmteoplossingen in de verschillende wijken. Wijk voor wijk, straat voor straat, moet bekeken worden wat het meest optimale en kostenefficiënte warmtealternatief is en het meest logische en natuurlijke moment om te schakelen. Liander helpt u graag door data, inzichten en kennis beschikbaar te stellen, planningen met u te delen en afstemming met u en andere partijen te zoeken. We zetten graag onze expertise in om ook uw gemeente te helpen met een succesvolle overgang naar een duurzame warmtevoorziening. Aan tafel inmiddels, Frieke Ortmans. Frieke, welkom. Jij bent regiomanager van Liander. We zagen Liander al even geïntroduceerd in dit filmpje. Aan deze tafel is natuurlijk gepasseerd hoe groot dat doel is, hè, hoe ambitieus dat is. Hoe is dat voor jullie als netbeheerder? Kun je iets zeggen over die opgave waar je voor staat? Ja, dat klopt. Of misschien het begin misschien bij jou eerst even wat jouw rol is. Misschien is dat beter. Ja. Ik ben regiomanager, regiolead, voor de regio's Achterhoek, Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. En dat houdt in, ik ben ervoor verantwoordelijk, dat wij tijdig met klanten, gemeenten, woningbouwcorporaties, energiecorporaties in gesprek zijn. Met als doel de plannen die zij hebben op te halen, zodat wij tijdig daar ons net op kunnen aanpassen. Zodat de plannen die onze omgeving heeft ook op het juiste moment mogelijk worden gemaakt. Okay. En graag nemen we ook in dat gesprek kijken met elkaar naar van wat zijn nou slimme keuzes die we daarin met elkaar kunnen maken. Ja. Nou, dat is waar ik me iedere dag mee bezighoud. En dat gesprek met welke partijen voer je dat vooral over die vraag? Met welke partijen zijn dat? Eigenlijk alle partijen in de omgeving die echt ontwikkelingen hebben, die invloed hebben op het energiesysteem. Dus zowel invloed hebben op ons gasnetwerk of op het elektranetwerk. Ja. Nou, te denken aan woningbouwcorporaties. Ook met een plavei zitten we intensief mee om tafel. Om te kijken van oké, wat zijn de plannen en hoe zorgen we ervoor dat die plannen ook uitvoerbaar zijn. Okay. En wat is de impact van die plannen? Ja. Dat is heel belangrijk, want we hebben een enorm grote opgave. Zeker. Voor 2030 willen we 1,5 miljoen huishoudens van het aardgas af hebben. Landelijk. Ja. Landelijk. Ja. Kun je dat vertalen naar Gelderland? Is dat te doen? Die 1,5 miljoen? Is dat 75.000 huishoudens, okay, heb ik wel eens gehoord. Ja. Nou, dat is een gigantische opgave die we met elkaar moeten plannen. Want nou ja, jullie weten ook allemaal dat we ook niet de technische arbeidscapaciteit hebben die overloopt. Dus we hebben ook een belang daarbij om met elkaar dat tijdig te plannen, zodat we het ook uit kunnen voeren. Ja. We kunnen niet overal tegelijkertijd aan de slag. Ja. Als we nou kijken naar die warmtetransitie, ja, naar aardgasloos. Hoe ziet dat er nou uit in een wijk? Wat kunnen mensen nou bij hun op straat verwachten? Ja. Nou, het begint eigenlijk eerder in het proces. Mm-hmm. Het belangrijke is dat je weet voor welk alternatief ga je. Ja. En het alternatief is ook bepalend wat de impact is van wat er gaat gebeuren. Dus wij zitten in eerste instantie vooral ook bij gemeentes aan tafel. Omdat de gemeentes zijn ervoor verantwoordelijk dat er dadelijk in 2021 een transitievisie warmte wordt opgeleverd. Waarin wordt aangegeven wat is de volgorde van de wijken die van het aardgas afgaan. En wat een hele belangrijke is, die ook in de wijk gezien gaat worden. Wat is dan het meest kansrijke alternatief voor aardgas? Ja. En die is voor ons heel belangrijk. Want als we daar met elkaar beeld op hebben, weten wij ook wat gaan we doen met ons netwerk. Is het nog toepasbaar? Moeten we het laten liggen? Moeten we het gaan verwijderen? En wat is de impact op ons elektriciteitsnetwerk? Want we praten vaak over de verwijdering van aardgas. Maar het heeft ook een enorme impact op het elektriciteitsnetwerk.
er zullen distributiehuisjes bijgeplaatst moeten worden. Ja. Nou. Je bedoelt dat moet worden vergroot? En dat zien mensen ook in een woonwijk. Hè? Veel mensen die willen niet direct in hun straat, in hun wijk, een elektrihuisje hebben. En die zullen er toch moeten komen op het moment dat je meer gaat elektrificeren en minder gebruik gaat maken van aardgas. Dus al die dingen die moeten gebeuren om de overstap te maken van aardgas naar een nieuwe voorziening, die willen wij heel graag mee in kaart brengen en ons daar tijdig op kunnen voorbereiden. Ja. Stel, we hebben het over dat elektrisch, hè, en dat wordt verzwaard en er komen huisjes bij in een wijk of een straat. Ja. Betekent dat dan ook nog dat de straat open moet omdat er dikkere leidingen moeten komen te liggen? Of moeten huizen extra groepen krijgen? Of? Nou, uiteindelijk, als we moeten gaan verzwaren, dan zal de straat in veel gevallen open moeten. En ook als we het aardgasnetwerk gaan verwijderen, dan gaat de straat open. Ja. En wat wij natuurlijk willen voorkomen is dat we dat te vaak doen. We willen zo min mogelijk overlast voor inwoners in de wijk veroorzaken. Dus we kijken ook naar koppelkansen met andere partijen. Als er bijvoorbeeld een riool vervangen moet worden, als we in de grond al bezig zijn, is het natuurlijk voor ons als netbeheerder een hele mooie kans om dat samen op te pakken. Ja. Dan slaan we twee vliegen in één klap, die grond ligt toch al open. We zijn de grond ook al aan het verzetten en voor de inwoners geeft het minder overlast. Ja. Even voor mijn beeld als leek, ik denk dat gasnetwerk, die structuur had je het over. Is dat denkbaar dat je dat laat liggen en voor andere doeleinden gebruikt? Hè? Waterstof of zo'n warmtenet? Ja. Of is dat een rare aanname? Nee, op het moment dat jij denkt dat in de toekomst nodig te hebben voor andere toepassingen, dan kun je dat laten liggen. Dan is dat een overweging, zeker. Ja. En dan kan het ook werkloos in de grond blijven liggen als je het niet gebruikt? Of moet er dan echt eruit? Dan moeten er bepaalde maatregelen worden genomen. Maar als we zien dat het nog later een toepassing gaat krijgen, dan gaan we graag kijken wat zijn de mogelijkheden daarvoor. Ja. En wat betekent dat eigenlijk ook in de portemonnee voor mensen? Hè? Dus dat je zegt dat moet grond uit en wie betaalt dat? Moet ik daar zelf als bewoner dan ook nog aan bijdragen, betalen? Nou, op het moment dat jij je gasaansluiting op hebt, want ik denk dat je daar bedoelt, want het is ook een hele actuele discussie natuurlijk op het moment, van wat kost het als ik van mijn gas afga. Ja. Nou, op dit moment betaalt de consument dat. Ja, dat is ook best, staat ook heel erg ter discussie. Daar vindt op dit moment ook, vinden daar veel gesprekken over plaats. Er wordt ook wetgeving op gewijzigd. Nu zijn die kosten volledig voor de consument. En het voorstel is om de consument de helft te laten betalen. En dat de netbeheerder de andere helft pakt en daarmee verrekent in het tarief. En aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi. Hè, want voor de koplopers in deze energietransitie zijn het hoge kosten die gasverwijderingsbijdragen. Ja. Aan de andere kant moeten we het uiteindelijk wel allemaal met elkaar betalen. En in de toekomst zullen we steeds minder mensen op ons gasnetwerk hebben. En als dan die achterblijvers iedere keer de verwijderingskosten moeten betalen voor mensen die hun gasaansluiting opzeggen, kunt u zich voorstellen, dat worden ook hele hoge kosten. Ja. Dus dat is nog wel echt een uitdaging. Ja, ingewikkeld lijkt me. Ja. Het verdelingsvraagstuk ook. Infrastructuur dus. Ja, voor ons is het belangrijk en vooral voor onze klanten is het belangrijk dat die energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar blijft. Ja. En eigenlijk maakt het veel mensen, denk ik, niet zo heel veel uit wat dan de bron is. Ja, men wil een duurzame bron, maar men wil warmte in het huis en men wil gewoon iedere dag een licht aan kunnen zetten. En dat is uiteindelijk waar wij voor staan en wat wij sowieso moeten zorgen dat dat goed geregeld is. Eigenlijk hetzelfde rijtje als bij de woningcoöperatie. Betaalbaar, betrouwbaar en anders duurzaam. Ja, hoeft hij alleen niet. Jij moet ook het warmte zorgen dat de huizen warm zijn. En hoe kijk je dan aan tegen zo'n route richting 2050? Hè? Ik kan me voorstellen, dat geldt eigenlijk voor alle partijen, hoe ingewikkeld dat is. Hè? Dat je niet kan zeggen, weet je, dat doen we op manier X en dan komt het goed. We hebben een voltijdelijke stappen die we zetten. Wat is jouw gevoel daarbij, zeg maar? Zitten we het goede spoor? Moeten we echt veel verder versnellen? Moeten we andere dingen doen? Of gaat het zoals het gaat? Wat mijn gevoel daarbij is dat er voor een enorm grote uitdaging staat. Een hele complexe opgave. Waarbij het vooral belangrijk is dat we hem heel goed in samenwerking met alle partners plannen. En met toeval komt het niet goed. Dus vandaar dat we zeggen die transitievisies warmte, dat is een belangrijke. De wijkuitvoeringsplannen zijn belangrijk. En wij zitten heel graag met onze partners aan tafel om daar invulling aan te geven. Want het plannen van het hele traject met alle arbeidscapaciteit, alle materialen, alle infra die erbij komt kijken. Ja, dat is een enorme uitdaging. Ja, een hele gave uitdaging. Ja. Maar het is wel groot. Dus tegelijkertijd jouw boodschap in het veld.
bij deze, hè? Om dat samen te doen. Boodschap is samen doen, samen het gesprek voeren en vooral vroegtijdig aan tafel zitten. En kijken wat er mogelijk is. Ja, en gaat dat goed op dit moment? Of denk je, het kan een heel stuk beter? Nee, ik ben eigenlijk wel heel erg blij met hoe wij in gesprek zijn met de verschillende partijen. Oké. Okay. Ja, en je ziet ook nieuwe partijen daarin steeds meer ontstaan. Bijvoorbeeld de energiecorporaties, dat worden ook steeds belangrijker natuurlijk voor ons. Hè. Dus alle partijen die impact hebben op het energiesysteem, gaan wij graag het gesprek over aan. Ja, mooi. Dankjewel Frieke dat je ons even meenam in de wereld van de netbeheerder van de Jan. Hartstikke graag fijn. Gedaan. Dankjewel.